Dag beste kijker en welkom bij deze derde Resurrexit Visio over de Galatenbrief. Bij ons in de studio nog steeds professor Raymond Bieringer, professor Nieuwtestamentisch Exegese aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In de vorige video waren we opgehouden bij de kwestie rond de rechtvaardiging. Dus de rechtvaardiging, hoe zijn wij gerechtvaardigd voor God? Paulus zegt rechtvaardiging door het geloof in Christus. Maar Christus heeft ook duidelijk in zijn evangelie gezegd dat hij niet gekomen was om ook maar iets aan de wet te veranderen. Dus schaf Paulus de wet nu af? Of hoe moeten we dat verstaan, professor Bieringer? Ja, dank u voor deze zeer belangrijke vraag. Nee, Paulus schaf de wet niet af. We moeten, zoals ik in de vorige video al heb gezegd, zien dat deze brief zeer polemisch is. We mogen dus deze brief niet lezen als elk woord is dogmatisch. Dat is een zeer polemische brief in een zeer specifieke situatie, waar Paulus natuurlijk bepaalde punten op de spits drijft. Paulus zou nooit de hele wet afschaffen. Paulus leeft in de wet. Paulus is ook als christen, zoals we vandaag zouden zeggen, ook als iemand die in Christus is gaan geloven, is Paulus nog steeds een Jood. En hij volgt nog steeds de Joodse wet. Werken van de wet is zeer moeilijk te interpreteren. Wat wordt daarmee bedoeld? Wordt daarmee de hele wet bedoeld? Of worden daarmee alleen bepaalde, beperkte voorschriften bedoeld, zoals besnijdenis? Ik zou eerder geneigd zijn tot dat tweede. Dus het gaat hier over één specifiek element. En dus Paulus heeft daarmee natuurlijk in een zekere zin de deur opengezet. En wat het resultaat is, is wat u vandaag ziet, dat christenen eigenlijk niets meer weten van het Jodendom. Maar als Paulus ons vandaag zou zien, zou hij zeggen, dat heb ik niet gewollt. dat was niet de bedoeling. Ja, ja. Het was misschien te voorzien, iemand die heel goed de zaak toen in het oog gehouden had, had Paulus kunnen voorspellen, als je dat doet, dan zet je de deur open. Maar Paulus zou dat niet geïntendeerd hebben. Dus voor Paulus blijft de Joodse wet de leidraad van zijn leven. Ja. Dus Paulus schaft zeker de wet niet af. Tegelijkertijd bekritiseert hij wel een zeer sterke tendens tot zelfrechtvaardiging. Namelijk Joden, maar ook dus bepaalde christenen in Galatië, die verlangen naar een bepaald uiterlijk teken waardoor ze gered zouden kunnen worden. Die hen een zekere zekerheid geeft dat ze gered zullen worden uiteindelijk door God. Kan u daar iets meer over zeggen? Ja, dus u probeert een duiding te geven aan de vraag waarom Paulus dus de besnijdenis niet wenst. En waarom de Galaten zich dan toch laten overtuigen. Ik vind het heel moeilijk om daar dus een mening in te vormen. Waarom zou Paulus niet gedacht hebben. Dus u weet, dus in het Oude Testament is besnijdenis een zeer belangrijk verbondsteken. Nu, Paulus probeert voortdurend ook te zeggen, ja, Abraham bijvoorbeeld is niet gerechtvaardigd door die tekenen, maar hij werd al gerechtvaardigd voordien. Dus eigenlijk, ja, dus het gaat natuurlijk over de vraag of de mens God moet gunstig stemmen, of de mens God moet op een of andere manier beïnvloeden en zijn rechtvaardiging, zijn leven uiteindelijk zelfs, moet verdienen of het gewoon onvoorwaardelijk is. En dus Paulus beklemtoont dat de liefde van God onvoorwaardelijk is, ook al in het Jodendom zelf. Ja. En we moeten ook, denk ik, duidelijk zien dat ook in het Jodendom in de tijd besnijdenis niet volledig zonder bevraring is. Ook daar waren conflicten. En niet alle Joden wensen zich te laten besnijden. Zeker niet als ze in de Griekse context leefden. Dus het is niet zo alsof monolithisch in het Jodendom in die tijd besnijdenis volledig aanvaard is. En zonder problemen is. En bij Paulus wordt het in vraag gesteld. Ja. Het is veel ingewikkelder. Maar waarom precies Paulus juist dat teken niet wilde, ik kan misschien één element aanvoeren. Ik denk dat het te maken heeft, dus maar ook dat kan men niet zeker van zijn, maar ik denk dat het misschien toch ergens te maken heeft met Galaten 3:28. Heel befaamd vers van de Galatenbrief dat we nog niet aangehaald hebben. Dat eigenlijk in de context van het doopsel, dus juist deze vraagstelling, hoe word ik christen,
En daar wordt aangehaald en daar zegt hij dus vanaf vers 27, want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije. Het is niet man en vrouw. En ik denk dat besnijdenis, ja, die heeft te maken met Jood en niet Griek. Die heeft te maken met man en niet vrouw. Mm-hmm. En dus ik denk dat uiteindelijk zou men kunnen, maar ik weet niet of dat een hedendaagse projectie is, maar voor een stuk zou men kunnen denken dat Paulus hier de gelijkheid, hè, jullie zijn allemaal één in Christus, en dat teken van de besnijdenis zou dat kunnen in zekere zin ja, in gevaar brengen. Omdat door die besnijdenis heb je dan geen eenheid. Ja. En daarbij natuurlijk ook de gedachte slaaf nog vrije. En dat brengt ons dan meteen eigenlijk in zekere zin bij de thematiek van onze volgende video. Namelijk de vrijheid van het leven in de geest. Dan zoomen we in op Galaten hoofdstuk 5. En daarvoor zien we u zeer graag dan terug.